Per direct mag het balkon naast de woonkamer niet meer betreden worden. VVE-secretaris Lottie Wolfenkamp stelt de tekst op voor de brief die op elke verdieping hangt. Met hele zware bewoording, en dat moet je eigenlijk wel doen, want een heleboel mensen nemen het anders niet echt serieus. Die denken, nou, het zal wel meevallen. De flat is gebouwd in 1961 en is toe aan groot onderhoud. Daarom laat de Vereniging van Eigenaren de constructie van de balkons testen. De VVE is verplicht om dit te doen, na een incident in Leeuwarden in 2011, waar een galerij instort. Dus dat hebben wij proefsgewijs, zoals ze dat doen, bij 3 balkons laten doen. En daaruit kwam naar voren dat de andere 45 ook nagekeken moeten worden. Dat er mogelijk constructiefouten of draagkrachtproblemen zijn. Dus uit voorzorg hebben we meteen gezegd dat niemand op het balkon mag tot we weten hoe de situatie is. Flatbewoners zijn verrast door de brief. Er kwam uit het niets melding dat ook in de brievenbus dat je dus niet op het balkon mocht. Dus ja, dat heb ik toen ook niet gedaan, want dat was wel even schrikken. Er staat op instortingsgevaar. Maar niet iedereen trekt zich iets aan van de waarschuwing. Ja, af en toe ben ik wel stout. En tot nu toe is het goed gegaan. Maar er zitten nogal wat balkonnetjes boven. Ja, een stuk of 10 verdiepingen boven me. Dus als het naar beneden stort, dan ga ik heel snel. Dan kan ik het ook niet meer navertellen. Is ook misschien wel fijn. Inmiddels zijn de 45 balkons getest. We zullen even voorzichtig zijn. Ze hebben dus gekeken naar de metalen constructie, de balken die erin zaten, diameters, draagkracht. Nou, dat is allemaal hier gebeurd. En we hopen over 3 weken de uitslag te hebben. En dan horen we of er echt iets aan de hand is, wat er aan de hand is. En zo ja, wat we eraan moeten gaan doen.